Het landelijk tekort aan medicijnen bij diverse polyklinieken van de regionale gezondheidsdienst RGD wordt binnenkort verholpen. In gesprek met onze nieuwsdienst zegt waarnemend directeur Nishita Gayadin dat die garantie vanuit de RGD-directie kan worden gegeven. Nou, ten aanzien van het artikel wat in de media was verschenen omtrent tekort aan medicamenten, laat me dat aangeven. Er is inderdaad een tekort geweest, maar wij hebben toch de samenleving altijd voorzien van medicamenten. En dan gaat het natuurlijk om acute medicatie. Daarvoor hebben wij in feite wel zorg gedragen. Op dit moment er is een nieuwe directie benoemd bij BGVS. Wij hebben al gesprekken gevoerd. Er zijn positieve vooruitzichten. Wij kunnen erop rekenen dat onze apotheken nu op korte termijn weer optimaal bevoorraad zullen zijn. Er zijn goede gesprekken geweest met de directie. En laten we zo zeggen, goede vooruitzichten. Dus de samenleving kan weer nu optimaal of op korte termijn voorzien worden van de nodige medicatie. Gayadin zegt verder dat de organisatie op dit moment in een herstelfase zit. De bedoeling is dat alle interne problemen in beeld worden gebracht en worden opgelost. Er zijn heel veel gaps, minpunten, wat we hebben geconstateerd als nieuwe directie. En wij proberen dit alles natuurlijk nu recht te trekken. We proberen de samenleving tegemoet te komen met acute en preventieve diensten. In het COVID-gebeuren ziet u ook dat wij op dit moment bezig zijn met swap, met vaccinatie, met ophaaldiensten. En zo kunnen we maar doorgaan. Dus wij blijven de zorg dicht bij huis bieden aan de samenleving. En dat gaan we blijven garanderen. Ook vanuit de regering wil ik gelijk aangeven dat er goede vooruitzichten zijn. Ze zijn bereid om alle ondersteuning aan de RGD te bieden. Wat ik ook gelijk kan meegeven is dat er vooruitzichten zijn vanuit de minister van Volksgezondheid om op korte termijn een huisartsenspoedpost op te richten bij de RGD. En dan zijn dat op 3 locaties waarbij we dus dan eenmaal 24 uur open zullen zijn. Voor wat het financieel plaatje van de RGD betreft, zegt de waarnemend directeur dat er nog veel werk aan de winkel is. De bedoeling is om stapsgewijs uit de rode cijfers te komen. De organisatie heeft veel middelen nodig. En deze moeten langzaam vrijgemaakt worden.